1-1 als regerend kampioen bij een debutant. Hoe tevreden is Riley? Nou, niet, want het is de nummer 2 tegen de nummer 14. Dus uiteindelijk kom je voor de winst. Maar ja, over heel het spel gezien. En ik weet niet of wij de winst eigenlijk helemaal verdienden. Maar op basis van de eerste helft zeker. De tweede helft zakte we wat weg. En toen creëerden we niet echt veel meer kansen op die kopbal van bijna. Ja, en de schot uit de draai in de eerste helft, wat de keeper dan goed pakt, hè? Nee, hij is gewoon slecht ingeschoten, man. Want ik schiet hem recht door het midden. Net als die kopbal. Die kop ik ook recht door het midden. Dus dat is slecht voor mij gedaan. Die strafschop. Wat gebeurde daar precies? Ja, hij moet met zijn poot van me afblijven. En als je hem trekt, ja, dan kan ik vallen, ja. Toch? Nee. Hij trok me, dus... bij deze... Nee, weet je wel een terechte uitslag? Ja, weet je, kijk, hun hebben niet echt veel gecreëerd. En hadden twee vrije trapjes en een ingooi. Dus nog één goede aanval die ze uitspeelden. Maar ja, uiteindelijk staat er toch 1-1 op de borden, Willem. Dus ja, uiteindelijk is het dan allemaal terecht. Ja. Het mooie is, iedereen kan van iedereen winnen in de tweede divisie dit seizoen. Dat is mooier dan wel weer. Ja, zeker, man. Je ziet het. Er zijn weer gekke uitslagen. Maar ja, al met al even niet verloren. En moeten we gaan vanaf Kozakke Boys volgende week. Dus... Dan even anders, Riley. Volgend seizoen. Wat doe je dan? Ik hoop nog voetballen. Samen met Tillema in één team. Is dat een beetje het plannetje? Wow. Is dat het plannetje wat jullie hebben? Zo, dan zeg je me iets, man. Ik zeg eerlijk, ik zou Joel altijd bij me willen hebben. Maar ja, volgens mij, Joel weet nog niet wat hij gaat doen. Nee, daarom vraag ik. Hebben jullie soms dat plannetje samen gesmeed? Ja, het ligt niet aan mij, nogmaals. En zoals ik al zeg, hij is mijn boezemvriend. Dus met Joel zou ik altijd willen voetballen, maar... Ik denk niet dat het haalbaar is en ik denk niet dat je wel naar AFC wil komen. Dus, want ik heb nog een jaar contract hierna, dus bij deze. Dus het verhaal dat jullie samen bijvoorbeeld naar Quick Boys zouden gaan, kan ook weg? Ja, dat kan niet, want ik heb nog een jaar contract. Dus Quick Boys moet heel veel geld betalen voor afkomst. Nee, nee, maar ik heb nog een jaar contract en ik voel me met heel veel plezier bij AFC. En ik heb het heel erg naar mijn zin. Dus Riley gaat niet... naar Quick Boys of naar een andere club. Tenzij mij voetballer wil, je weet het nooit wat er kan gebeuren. Maar voorlopig ga ik gewoon lekker mijn contract uitdienen. En het liefst heel graag met Tillema bij jou in de ploeg. Nogmaals, ik zou altijd graag met Joel willen voetballen. Man. Dus ja, ik weet niet, volgens mij heeft de hele tweede divisie hem benaderd. Dus hij heeft alle clubs voor het uitkiezen. Dus, en misschien blijft hij wel bij Rijnsburg, want volgens mij heb je daar ook nog aan zijn zin, toch? Ja. En jij weet hoe het werkt als je clubs voor het uitkiezen hebt, dus je kan hem tips geven. Ja, jij hebt dat ook gehad. Ik heb regelmatig contact met Joel, dus kom wel goed. Dankjewel, vriend. Alsjeblieft, vriend.